FC Utrecht thuis na de 6-0 overwinning uit vorige week in Tilburg op Willem II natuurlijk. Huizenhoog favoriet tegen nog altijd hekkensluiter FC Emmen. Daar het elftal van FC Emmen met Jari Vlak. De opstelling van Utrecht. Willem Jansen dus centraal in die verdediging van de streek. Centraal op het middenveld met Van Overheem en Maher om zich heen. Kerk centraal voorin met Boussaïd en Ramselaar. De scheidsrechter vanmiddag is Christian Baks. FC Emmen met Verrips in het doel. Zijn derde wedstrijd. Peil Araujo, Bakker, Kavlan. Dat ziet er op papier goed uit. Vlak en Ben Moussa als controlespelers. Dan drie man daarvoor. Vrij, Peña en Acic. En Michael de Leeuw is, zoals eigenlijk het hele seizoen al, de spits. René Haken, Drent van geboorte, heeft heel lang bij Emmen gespeeld en getraind. Daar is Bijl, maar daar is ook de doelman van Utrecht en die heet Ulslegel. Ramselaar is vlak kwijt en nu? Kerk staat gunstig, maar daar komt de bal niet. Maher beschikt over een goede trap. Een domhaal van Kerk ruim over. Kavlan. Maher. Eenzame man voorin is Kerk. Ben Moussa. Kavlan. Acic. Komt er langs en nu? En nu? Acic. En nu? Peña. Goal. 0-1. Verrassend. Maar Emma was de laatste 5 minuten al goed bezig. En komt dus op 0-1 door Peña na de actie van Acic. Waarbij er achterin bij Utrecht niet zo erg best werd verdedigd. En dat is nog maar zachtjes uitgedrukt. Kijk maar eens, Acic. Dat hij daar langskomt, een beetje klutst dat wel. Dit is natuurlijk heel goed. Peña die vrij is en hem lekker binnenpoeiert. 0-1, verrassend. Lang geleden dus dat hij gescoord heeft. En hij blijft er altijd zo rustig onder, Dick Lukien. De Leeuw. De Leeuw opnieuw. Dat is een gele kaart voor Boussaïd. Peña is doorgaans de man van de vrije trappen. Nu ook. Oh, een goede redding van Ulslegel daar op die kopstoot van Araujo. Dat scheelde weinig hoor. Bijl. Peña. De kaats met Vrij mislukt, maar dat is de schuld van Vrij. Warmerdam. Van de streek. Maher. Boussaïd. Goeie redding van Verrips op het schot van Boussaïd. De Leeuw en Willem Jansen. Vrij. Heeft nog weinig laten zien tot nu toe. Of niet veel de bal gaat. Maar dit is aardig wat hij doet. En nu, dit is ook aardig. Peña en dan. Dat scheelde niet zo heel veel. Die kopbal van Luka Acic. Dat was weer een gevaarlijk moment. Dit is een mooie actie van Vrij. Net op het moment dat ik zei dat hij niet zoveel had laten zien. Dit is goed. Peña ook aardig. En nu? Daar komt Acic. Goed, de hand van Ulslegel zat er nog tussen. Bijl, snel, Vrij. Hoekschop.
Atsic. Weggekopt die bal door de Maher. En Peña. Nou, dat is toch een aardige poging weer. Van der Streek, dat is goed. Die wint dat belangrijke kopduel met Boussaïd nu. En daar is Kerk dan. Van der Streek zelf. Schot geblokt. En een hoekschop voor Utrecht. Dat scheelde weinig. De kopbal van Santiago. Boussaïd en Van Overheem eruit. Silla en Mahi, twee aanvallers. Want daar ontbrak het natuurlijk bij FC Utrecht enorm aan in de eerste helft. Overtreding op Mahi. En een blessure bij Van der Streek. Peña excuseert zich, want het waren zijn noppen die op de voet van der Streek terechtkwamen. De vrije trap. Maher. Ramselaar. Doeltrap. En gelukkig keert hij terug. Peña, die nu te maken krijgt met Van der Streek. En dat is eventjes een afrekening van twee minuten eerder. En Van der Streek krijgt daarvoor geel. Van der Streek. Mahi. En de redding van Verrips. En een hele goede redding. En nog een keer Verrips. Geweldig. Twee keren sleept hij Emmen er doorheen daar. Utrecht dringt aan. Op weg naar. Moest natuurlijk ook. Silla. Travest. Peña met de enige man voorin is De Leeuw. Ramselaar, Silla. Teravest. Atsic. Vlak. Kavlan en Vlak weer. Atsic. De Leeuw. Vlak. De Leeuw. Atsic. Vrij. Bijl. Peña. De Leeuw. Vrij. Op de doellijn gered door Santiago daar. De Leeuw. Santiago weer. De Leeuw andermaal. En dan een overtreding van De Leeuw. En is de lucht geklaard voor FC Utrecht. Dat was bijna 0-2 geweest. Dat scheelde heel weinig. Santiago was de belangrijke verdediger daar. Utrecht bereidt een dubbele wissel voor. Emanuelsson komt. En Van der Marel komt. Travest eruit. Van der Marel naar rechtsbek is ook aanvoerder geworden. En ook Emmen gaat wisselen. Atsic gaat eraf. Lauwersen komt. Bakker. Mahi.
De bal veroverd door Peña. Lauwersen. Emmanuelsson. Ramselaar. Utrecht op jacht naar de gelijkmaker of misschien naar nog meer. Een kwartier nog. Peña flink geraakt door Emmanuelsson, maar Baks ziet er niks in. Peña naar het gras, spel gaat door. Is Utrecht ook zo sportief nu om de bal buiten te spelen of niet? Of gaat Emmen gewoon door met de Leo? 3-3. Rechts is vrij. En hier is Lauwersen. Peña ligt nog steeds op het gras. Gewoon vol op de voet. Oh, daar was bijna de 2-0. Paul Gardon. Wat heeft Ramselaar nog in petto? En Mahi misschien. Verrips weer met een hele belangrijke redding. En daar lokt Bijl heel slim een overtreding uit. Maar wat is hij belangrijk? Verrips. En FC Emmen stunt hier. Het wint in de Galgenwaard. En het houdt hoop op behoud in de Eredivisie. 3 punten dus voor FC Emmen. Buitengewoon knappe overwinning